Goed, maak jullie klaar voor de meest epische en geweldigste en geweldig epische vakantie ooit. Doe mij na. Ja! 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 Laat de training beginnen. Aangezien ik altijd de foto's maak en dus nooit op de foto sta, is het eerste onderdeel dus selfies. Mwah. Maar Hakkedaal, we kunnen toch geen foto's nemen als we te druk bezig zijn met het genieten van het moment? Maar als jullie geen foto's nemen, lijkt het net of het nooit gebeurd is. Ik heb anders best een goed geheugen. Dat is niet goed genoeg! Vertrouw op de camera, nooit je brein. Gast, waarom lieg je tegen mij? Wie ben jij? Deze selfie-training leert je wat en waarvan je foto's moet maken. Ik wil interessante kiekjes. Houd hem in focus. Nou ga en maak herinneringen. De zonsondergang. Nee, te afgezaagd. Ja, zonsondergangen zijn te saai. Oh, wauw. Vogeltjes. Blap, 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 blap. Niet scherp. Afgekeurd. Kijk nou, salsa dansers. Wacht, die foto is prima. Hij was prima geweest als je vinger niet voor de lens zat. Ah, balen. Kijk deze vuilnisbak. Ik vond het anders best een mooie vuilnisbak. Fout! Jullie bakken er echt niks van. Doorgaan jullie. Zebra's. Wauw, wat een mooi shot. Toerist gaat op zijn plaats. Perfect, ze komt is hilarisch. Een leuk restaurant. Yeah. U krijgt het al onder de knie. Blijf doorgaan! Straks verspillen we nog kostbare batterij! Maar ik heb nog niet eens een foto genomen! Huh? Huh? Eindelijk een goede foto! Goed, goed, ik heb het gehoord. Oké, dan. Jullie zijn er nu klaar voor om jullie eigen vakantiefoto's te schieten. Geldt dat ook voor mij? Nee, maar de rest goed gedaan. Yay! Yay! Wat gaan we nog meer leren? Dat is een goede instelling. Zet je schrap voor fase 2. De laatste keer werden jullie doodziek van rotte kaas en kon ik parachutespringen wel vergeten. Dat weet ik nog wel. Je hebt ons toen zo goed verzorgd. Maar we hadden ook long kunnen maken. We moeten onze buiken voorbereiden op elk soort lokaal eten. Hoe scherp, vreemd of verrot het ook mag proeven. Ik sla deze training even over. Mijn buikje is nogal gevoelig. Mijn buikje was ook eerst gevoelig. Maar nu eet ik alles en heb ik een bench van staal. Dag het wel. Indrukwekkend. Dus dit is wat we gaan doen. Woes. We gaan wat hete pepers eten? Dat valt nog best mee. Nee, we verorberen deze hete hamer! Een pens van staal. Goed, nu jullie. Hoe gaat het eten van een hamer nou? Pens van staal! Je moet staal eten om een pens van staal te krijgen, duh. Ja, duh, Richard. Dus nu heb ik een pens van staal? Niet zo snel. De hamer was pas de eerste gang. We gaan over op scheppen! Bowlingballen! TV's! Auto-onderdelen! Koelkasten! Slaapkogel! Beste slechtste team. Nee! Die dingen hoor je niet in je mond te stoppen. Die heb je verdiend. Bulldozer, satelliet, cruiseschip, olieplatform, staalfabriek! Oké, dan! Goed gebunkerd, jongens. Jullie hebben nu een pens van staal. Kijk eens hier. Wow, Hak. Het heeft echt gewerkt. We hebben nu een pens. Kunnen we misschien heel even pauze nemen? Ik moet even naar mijn porseleinen troon, als je begrijpt wat ik bedoel. Ja, ik kan ook wel een pitstop gebruiken. Ik moet echt even naar het kleine kamertje. Ik weet niet wat ze gaan doen, maar ik wil plassen. Dat sluit mooi aan bij de volgende fase. Plastraining! Kunnen we echt niet gewoon even naar de wc? Nee, we doen dit volgens het boekje. Maar ik moet heel erg nodig. Prima. Als u de training gaat staken, hoef ik niet mee op vakantie. Nee. Je moet met ons mee. Ik doe de plastraining. Dat is wat ik wil horen. Ja! Ja! Yeah! Yeah!